ruitschade? Service, reparatie en zorgeloze financiële afwikkeling. ABS Autoherstel Ad de Groei doet reparaties van alle soorten ruitschade. Rietdekkersweg 3, Woerden. Maar de superzachte weer van de eerste helft van deze maand is voorlopig afgelopen. Het kan ook haast niet anders. We krijgen guurder en minder aangenaam weer. Dat zien we deze vrijdag al. Er staat een westenwind. De temperatuur kon niet veel hoger dan 10 graden. En naast wolken zien we wel vanmiddag af en toe de zon. De nacht naar zaterdag verloopt koud. Een paar graden boven de vriespunt en er vallen ook buien. Mogelijk met hagel en misschien zelfs natte sneeuw. De temperatuur komt niet hoger dan 2 graden met kans op vorst aan de grond. De zaterdag is ook een gure dag. Er vallen buien, in de ochtend hagel en de middag meer regen. De zon is nauwelijks te zien en er staat een stevige noordwestenwind. De temperatuur blijft steken bij zo'n 7 graden. In de nacht naar zondag is het ook koud. Er zijn de brede opklaringen en dan kan de temperatuur een graadje onder vriespunt komen. De zondag zelf, dat ziet er beter uit. Wisselend bewolkt, er zijn opklaringen en het blijft droog. Alleen de temperatuur wordt met die noordwestenwind niet veel hoger dan 6 graden. En ook de eerste dagen van de nieuwe week leveren fris weer op met later weer buien. Het was voor nu. Maar er is meer. Kijk op woerden.tv voor meer nieuws en actualiteiten. En vergeet vooral uw foto's niet te mailen naar redactie@woerden.tv. Dit is woerden.tv. Met woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk woerden.tv.